Welkom bij het programma Kantiland. U kijkt mee naar onze uitzending met collega Jaap. Ja, en mijn collega Tiemen. In ons programma hebben wij country, bluegrass, oldtime en alles wat daar een beetje bij hoort. Ja, ik vul het wel eens aan, hè? Met Americana, folk. Toch? Draai ja, we hebben heel veel stijlen, dus daar doen we graag aan mee. Ja, vanavond ook live bij ons hier en een band die komt optreden. En dan zeg ik, heel veel kijkplezier bij het programma Kantiland. Zeker. Who's gonna kiss you when I'm gone? Komt ie. Who's gonna kiss you when I'm gone, when I'm gone? Who's gonna kiss you when I'm gone? Who's gonna kiss your sweet ruby lips, my darling? Who's gonna kiss you when I'm gone? Ja, en nu? Oké, okay. En nu praten. Ja, over... We gaan met onze gasten in gesprek, want er zijn twee leden van de Bluegrass band die we vanavond hebben. De Rosie Bluegrass Family zijn aangeschoven. Welkom. Dankjewel. Hartstikke mooi om jullie erbij te hebben. Ja. Ik zou zeggen, kruip lekker dicht bij de microfoon. Ja. Dan kan iedereen het goed horen. Eerst maar eens even horen, wie hebben we aan tafel? Ik ben Menno, bassist van de groep. En Joris, zanger. Joris, ik heb gezien, jij staat zonder instrumentloos. Ja, dat is eigenlijk in de bluegrass. In de bluegrass is dat wel apart. Ja. 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 Daarom zijn we met z'n zevenen. Ja, nou zeker, ja. Een grote band. Dat hebben we niet vaak, Jaap, hè? Nee, zo'n grote band. Tenminste, ik zeg wel eens gekscherend, er komt tenminste een hoop lawaai uit. Hey. Dat, nou, hey? Ja. Nee. Ja, zeker. Ik bedoel dat positief. Ja, nee, zeker. Ja, dat is ook zo. Ja. Absoluut. We hebben hier ook wel duo's gehad met alleen maar één gitaar. Dat is weer heel anders, maar dit is power. We hebben het eerste nummer gehoord. Fantastisch, mooi. Ja. Dankjewel. Eerst maar eens vertellen, want jullie hebben een aardig reisje moeten maken. We hebben vaak wel bands die er enigszins uit de omgeving komen, maar jullie komen best een eentje weg. Ja, dat klopt. Wij komen uit Zeeland, inderdaad. Onze basis is eigenlijk Middelburg. We repeteren in Vlissingen, maar we hebben ook een lid uit Barendrecht. En ik zelf kom uit Zeeuws-Vlaanderen. Maar Zeeland is wel onze basisplek, inderdaad. Hey, maar wat ik toch benieuwd naar ben, die Rosine. Ja. Hebben we het dan over de plaats van Bill Monroe? Nee, wij zijn familie van elkaar allemaal. En onze achternaam is Rozijn. Dus vandaar hebben we dat een beetje verbasterd. Maar dat is dan wel een hele mooie link dan, hè? Want, dat kwam mooi uit, hè? Dat dan ook weer zo... Ja, Nou, want dat was inderdaad een van mijn vragen, hè? Rosine Bluegrass Family. Is het inderdaad sprake van één familie? Ja, dus...
Ja. Dus, kijk, wij zijn broers, zie je het niet? Ja, jullie zijn broers. Dat kun, ja, je hebt allebei een baard en je gaat naar dezelfde kapper, zo te zien. Ja, precies. Maar, en verder? Ja, de andere zangeres is Roos, dat is de partner van Joris. En we hebben een neef, dat is Fokker, dus die speelt bij ons banjo. Een kleine zus, Karen, die speelt viool. En vervolgens hebben wij nog kleine jongens, Fokker. Zijn kleine is Yannick, die speelt mandoline. En mijn zoon speelt gitaar, Joost. Och. Dus vandaar. En dan hebben we het inderdaad over een echte family band. Ja, absoluut. Yep. Laat ik daar nou helemaal gek van zijn. De Bluegrass Family Bands, dat vind ik altijd fantastisch. Dus, en dat merk je ook inderdaad, wat we al straks zeiden. Het staat allemaal meteen mee te zwingen met die muziek. Mm. Er spreekt meteen een bepaalde sfeer uit een family band. Altijd. En dat zie je aan jullie ook meteen. Ja, dankjewel. Dus, dat beogen we ook. Ja. Dat is hier ook een beetje bij jullie zo, viel me op. Is dat zo? Ja, ja, maar Jaap is ook mijn tweelingbroer. Ja, van moeder hadden we. Ik zie het. hebben we dezelfde kapper? Ja, even kijken. Oké. Okay. Nee, toch niet. Nee, ja. Hey, hoe lang zijn jullie al zo bezig met muziek? Ik denk dat we het derde jaar ingaan. Ja, het is een beetje ontstaan in 2020 eigenlijk, hè, na de eerste lockdown. En dat is eigenlijk begonnen dat Joris en Roos en Fokker, die zaten eerst in een andere band. Misschien kan jij het overnemen. Sorry, ik was even een beetje afgeleid door... Nou, zij zaten eerst in een andere band, dat heette een country band. Meer, denk ik, Americana. Ja, klopt. Americana band, Fokke, Roos en ikzelf en Karen. En van daaruit zijn we gaan denken van, nou, we willen eigenlijk meer richting. En dan kwamen we bij onze liefde voor Bluegrass uit. En daar zijn we dus mensen bij gaan zoeken. Nou ja, daar kwamen we. Menno was de eerstvolgende enzovoorts. Mandoline was het moeilijkst. Yannick, die zit er dus nu een jaar ruim bij. Die speelde geen mandoline. En die heeft speciaal geleerd voor ons. Ja. Dat is dan vlot gegaan. Ja, die heeft een talentje. Ja. Die reageerde eigenlijk op een oude advertentie voor gitaar. Maar die was al lang ingevuld. Ze zei, nou, dan ga je mandoline spelen. Ja, dus doen. Gewoon een kleine gitaar. Ja. Toch? Precies. Ja. Daarom, niet zo moeilijk. Hey, en je vertelt dus, we zochten meer richting en toen kwamen we op onze liefde voor Bluegrass. Die liefde bestond dus al lang, hè? Ja, zeker. Ja, bij een aantal van ons. En omdat je met elkaar omgaat, ga je daar van houden. Ik bedoel, je vindt elkaar lief. Dus vind je de muziek waarschijnlijk ook interessant. Zo ging het een beetje. Dus, het was ook belangrijk om richting te hebben. En echt serieus aan de weg te timmeren. Ja, dus dat is hoe we dit zijn gaan doen. Ja. En wat ons heel erg aanspreekt in Bluegrass is ook dat wij... want we kregen het verzoek van twee mensen vanuit de band moeten het interviewen doen. En toen zei jij op een gegeven moment, ja, meestal is er een bandleider. Maar dat hebben wij dus niet. Nee. En dat vinden wij leuk aan Bluegrass. We hebben allemaal ons instrument. En we zijn allemaal gelijkwaardig aan elkaar. En iedereen heeft een even grote stem. En dat zit natuurlijk in de Bluegrass en als familie natuurlijk ook. Maar dat spreekt ons heel erg aan. Dus het is niet alleen de muziek, maar ook zeg maar, het hele sfeertje eromheen. Ja, daar kan je klopt, nog... helemaal, klopt helemaal. Dat is, en we spelen graag rond één microfoon. Hè? Dus dat betekent ook dat iedereen zeg maar, op even grote afstand ongeveer van die microfoon staat. Dus niemand die daar meer recht op heeft dan de ander. Ja, dat is een stijl van podium... hoe noem je het? Podiumorganisatie rond één microfoon die je in de Bluegrass heel vaak tegenkomt. Ja. En wat toch echt fantastisch is om te zien altijd. Mm. Hè? Dat komt die eenheid ook naar voren. Ja, ja zeker. Absoluut. Kan ja, ik? Ik zie jou aanstalten maken. Nee, je brandende dat is wel vraag. Leuk, want dat Rosien... Kijk, Bill Monroe die ken je. Ja, zeker. Wie kent die niet, hè? Maar goed, dat Uncle Pen, heb je er wel eens van gehoord? Ja. Ja, nou dat staat in het plaatsje Rosien. Mm. Dus jullie pakken in één keer twee dingen, jullie achternaam. En ook de plaats waar Bill Monroe vandaan komt. In Kentucky. Zeker weten. Ja. Dus zo ook. Zijn oom Uncle Penders. Nee, zeker. Ja, ik had nog een brandende vraag eigenlijk. Vertel, ja. Ik heb het even op een briefje gezet. Even kijken. Soepgroente? Kipfilet? Nee, joh, dat is de verkeerde, joh. Wacht even. Oh, wacht. Sorry. Zal ik het maar weer overnemen? Nee. De Hackensaw Boys. De Hackensaw Boys. Zeg je dat wat? Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik vind dat wel leuk, want dat is voor ons ook heel interessant. Want jullie hebben in het voorprogramma gestaan, of met hun, denk ik? Ja, wij stonden in hun voorprogramma, ja. Ja? Ja. Want die hebben ook
samen opgetreden met de Loving Brothers en de Loving Brothers Band. Ja, dat heb ik ook gelezen. Ja. Dat is fantastisch. Ik vond het, viel me gewoon op. Ik denk, ja. Hey. Ja. Dus hebben jullie... Nou ja, ja met de Charlie Loven. Die man, die andere, die zuipert, die was al lang dood. Precies. Ja, toch. Ja, niet. Ja, ja, ja. Die had veel nodig. Grootheden ook, waar we allemaal enorm van houden. Hè? Ja, ja, maar ja, leuk. Zeker weten, ja. Maar goed. Ben je klaar met je boodschappenlijstje? Ja, nee, ja, ik had nog wel meer vragen. Maar ja, dat weet jij, mag. Oh ja, nee, ik denk, jullie spelen al zo lekker. Maar hebben jullie al iets op een geluiddrager? Of nog niet? Nee. We hebben wel, vorig jaar hebben we de Rotterdam Bluegrass Festival. De Talent Contest, ja. Gewonnen. Ja. Oh. En dat houdt een plek in op dat festival. Maar ook opnametijd. Dus dan hebben we studiotijd gewonnen. Dus... Dat zit eraan te komen. Oh, leuk. Ja. En jullie schrijven nog niet zelf? Nee. Nog niet? Nee. Maar wat niet is, kan nog komen. Dat is wel onze ambitie, hoor, om zelf te gaan schrijven op een gegeven moment. En we zijn wel een beetje, ieder voor zich wel een beetje aan het proberen. Maar ja, op dit moment zijn we nog steeds aan het bouwen eigenlijk. Omdat we eerst het geluid gewoon goed wilden hebben. We wilden echt oude Western Bluegrass hebben. Zoals die Bill Monroe dat deed. Ja. Met dezelfde bezetting en qua instrumentarium. En als we die sound eenmaal goed hadden, dan is de volgende stap inderdaad, logischerwijs inderdaad, opnames en eigen nummers. Ja, 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 want je zegt het al, de stijl van Bill Monroe, dat had ik ook al een beetje begrepen. Jullie zitten echt een beetje in de traditionele hoek van de bluegrass te spelen. Ja, in eerste instantie wel. Vooral omdat we dat geluid gewoon heel graag wilden hebben eerst. Ja. Nou, bij de basis beginnen, hè? En dan verder kijken. Ja, nee, inderdaad, verder uitbouwen. En dan komen die eigen nummers ook vast wel een keer. En daar zijn we heel benieuwd naar natuurlijk. Hè? Zeker. Hey, als mensen wat meer over jullie willen weten, zijn jullie ergens te vinden op het grote wereldwijde web? Ja, zeker. Leg eens uit waar mensen naartoe moeten. Nou, sowieso hebben we een Facebookpagina natuurlijk, waar wij al onze optredens in posten. Instagram natuurlijk. En als je die twee ons wil volgen, dan... En we hebben al redelijk wat volgers gelukkig. Maar daar kan je alles vinden over wanneer wij en waar wij optreden en waar we mee bezig zijn eigenlijk. Nou, fantastisch. Hartstikke goed. Dan, Jaap, had je er nog één? Nee, we sluiten af, want tijd is onverbindelijk. De tijd, klokje gaat door, hè? Dus ja, hebben jullie zelf nog iets toe te voegen wat we nog niet gevraagd hebben, van je zegt, dit willen we echt nog kwijt? Nee, ik ben helemaal tevreden. We hebben het allemaal over gehad? Ja, oké. Dan gaan we straks weer enorm van jullie verder genieten, van de verdere nummers die we van jullie gaan horen. You could hear the whistle blow 100 miles. Oh, you ought to been uptown and seen that train come down. You could hear the whistle blow 100 miles. 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You could hear the whistle blow. Walking these ties with tears in my eyes, and I'm trying to read a letter from my home. From my home, from my home, from my home, from my home. I'm trying to read a letter. Train runs right, I'll be home Saturday night, and I'm 500 miles away from home.
Away from home, away from home, away from home, away from home. And I'm 500 miles away from home. Deep rolling hills of old Virginia, there's a place I love to dwell. It's where I spent many days of my childhood, in the cabin where we love to dwell. White dove, well worn in sorrow, together someday. And each night as I wander through the graveyard, darkness finds me where I kneel to pray. White dove, well mourn in sorrow, someday. And each night as I wander through the graveyard, the darkness finds me where I kneel to pray. White dove, well mourn in sorrow, the dove willows will hang their head. I live my life in sorrow, since mother and daddy are to my immortal home.
you behind. And I'm blessed to go back home, back to the girl you love. Treat her right, never wrong, how minds of girls can love. To me when I held you close, we hope that night will never end. Get out, boys, go back home, back to the girl you love. Treat her right, never know how mild two girls can love. Ik zou zeggen, graag tot de volgende keer in het programma Kantiland. Bye bye!